Vandaag de brievenbus gelicht. En fanmail van... Ik weet niet of het lees. Openbaar ministerie. Zoals je weet, er lopen twee dingen. Ten eerste had zo'n melkert patrouille. Die had mij op Amersfoort station beboet. Omdat ik geen smoedeldoekje droeg. Ik had wel een medische verklaring bij me, maar dat vond die bewuste boa niet interessant. En dan hadden we nog 28 maart dat gebiedsverbod op Museumplein. Dus even kijken, want ik heb dus die boete heb ik aangevochten. Omdat de gronden waren dus ten eerste niet voldoen aan hygiënevoorschriften. Dan wel het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen. Die vlieger gaat niet op. Waarom niet? Omdat bestuurders heel duidelijk hebben aangegeven dat die smoedeldoekjes niet werken en zelfs schijnveiligheid zijn. Dat geldt dus voor die minister en voor die van Dissel. En bestuurders hebben ook aangegeven dat het gaat om gedragsverandering. Dan is het een kledingvoorschrift en daar hoef ik niet aan te voldoen. Wat schrijft Parketcentrale Verwerking, OM? Mevrouw S.I. Roosblad. Op 3 juni werd door of namens u verzet ingesteld tegen strafbeschikking uitgevaardigd onder CEIB nummer blablabla. Behandeling van deze zaak is inmiddels overgedragen aan het CEIB. Door het CEIB aan het CVOM. Het verzet zal zo spoedig mogelijk worden beoordeeld. De beoordeling van deze zaak is toegewezen aan Parket Centrale Verwerking OM voor informatie bereikbaar onder telefoonnummer. De executie van straffen, maatregelen, aanwijzingen opgelegd bij deze strafbeschikking wordt hierbij tot nader bericht opgeschort. De officier van justitie. Kortom, we gaan er nog eens even naar kijken. Er gebeurt dus nog niks.